Welkom! Vandaag beginnen we met een nieuwe serie video's. Het gaat in deze serie over etologie, oftewel diergedrag. Dit is een inleidende video. Dat betekent dat we gaan kijken in deze video naar de manieren waarop je gedrag kunt bekijken, kunt bestuderen en hoe je dat praktisch uh, zou kunnen aanpakken. Maar we beginnen met een definitie van gedrag. Gedrag kunnen we definiëren als alle reacties van een dier op interne en externe prikkels. Nou, wat, over wat voor prikkels hebben we het dan? Stel je voor, jij ziet. Iets lekkers voor je, je wil lekker eten, dan is dat het zien van dat lekker eten, dat is een externe prikkel. Die prikkel, dat object, dat bevindt zich buiten het lichaam. Maar er zijn tegelijkertijd ook interne prikkels nodig om ervoor te gaan zorgen dat jij dat, datgene dat je ziet, dat je dat op gaat eten. En die interne prikkel kan in dit geval bijvoorbeeld een hongergevoel zijn. Een interne prikkel noemen we vaak ook wel de motivatie. Dus op het moment dat jij iets ziet, of je ruikt iets, of je hoort iets, dan zijn dat allemaal externe prikkels. En die kunnen aanzet, aanleiding geven tot het vertonen van gedrag. mits er de juiste interne prikkel ook is. Dus mits je gemotiveerd bent om het gedrag te vertonen. Op het moment dat je gedrag vertoont, dan is dat gedrag. dat vindt plaats onder invloed van de spieren. Dus jij moet je skeletspieren bijvoorbeeld aan gaan sturen. om een bepaald gedrag te vertonen. Of eh, bijvoorbeeld als je gaat eten en je gaat speeksel produceren. dan staat dat onder invloed van gladde spieren in de speekselklieren. En die hele reactie die wordt aangestuurd door het zenuwstelsel. Dus ook hier. Het zenuwstelsel speelt hier weer een belangrijke rol. Die verwerkt alle prikkels van buiten het lichaam en van binnen het lichaam. En het verwerken van die prikkels kan ertoe resulteren dat jij bepaald gedrag gaat vertonen. Nou, hoe bestuderen we nu gedrag? Er zijn eigenlijk een aantal manieren. Uh, en die manieren die zijn bedacht door Nico Tinbergen. Nico Tinbergen is een Nederlander en dat is eigenlijk een van de eerste echte etologen. En die heeft bepaald, of die heeft uh, beschreven, vier manieren waarop je gedrag kunt bestuderen. Dat zijn uh, vier manieren die niet uh, afzonderlijk staan van elkaar, die overlappen elkaar. Maar ze kijken elk naar een ander aspect van het diergedrag. Ja, het eerste, het eerste, de eerste manier om te kijken naar die gedrag is de causatie. En met causatie bedoelen we de mechanismen waardoor gedrag wordt veroorzaakt. En zo meteen illustreer ik dat aan de hand van een voorbeeld. De tweede manier is ontwikkeling. Je gaat dan kijken hoe die reactie op een prikkel gaat veranderen gedurende het leven van één individu. Dus op het moment dat je geboren wordt zul je op een bepaalde manier reageren op een prikkel. Maar die manier waarop jij reageert op een prikkel kan veranderen op het moment dat je ouder wordt. Je kunt ook een soort van evolutionaire bril opzetten en dan gaan we kijken naar de functie van het gedrag. En dan gaan we kijken wat eh, voor invloed heeft dat gedrag nou op de overleving en de voorpanting van een individu. Dus we gaan eigenlijk kijken naar de adaptieve waarde van een gedrag. Ja, wat is nou het voordeel om, van het vertonen van dit gedrag? En tot slot kunnen we ook kijken naar de evolutie van een gedrag. Dan kijken we niet eh, naar de ontwikkeling, hè? niet binnen het leven van een individu, maar kijken we naar hoe heeft, is het gedrag ontstaan in een bepaalde soort of in voorlopige soorten. Nou, dat zijn de vier manieren waarop we dat doen. Uh, aan de hand van een voorbeeld dan, we zien hier een roodborstmannetje en je ziet dat het roodborstmannetje aan het fluiten is. Nou dan zou je kunnen gaan kijken wat is nou de directe oorzaak, de causatie van dat gedrag. In dit geval kan dat zijn uh, het zien van een mannetje, het zien van een vrouwtje. Uh, dat zijn externe prikkels die aanleiding geven tot het fluiten. Er moet ook een interne prikkel zijn, er moet motivatie zijn. Nou, motivatie zou in dit geval kunnen zijn: een voldoende hoge concentratie van het geslachtshormoon testosteron in het bloed. En dat kan een interne prikkel zijn die nodig is om dit fluiten te vertonen. Dit is het fluiten dat zullen we met name zien in de paartijd... waarin het belangrijk is dat een mannetje vrouwtjes verleidt en andere concurrerende mannetjes wegjaagt. Dus de causatie is. Een testosteronspiegel en het zien van een mannetje of een vrouwtje van de roodborst. Dan kunnen we gaan kijken naar de ontwikkeling. Nou, wat je zou kunnen doen is een roodborstmannetje eigenlijk kunstmatig opvoeden. Dus zonder dat hij in contact staat met zijn ouders. En kijken wat voor, wat voor uh, liedje fluit hij dan. En we kunnen dat vergelijken met een roodborstmannetje wat is opgevoed door andere roodborsten. En dan zul je in sommige gevallen zien dat het liedje eh, gaat afwijken, omdat eh, de, de, de zang zich ontwikkelt gedurende het leven. Maar sommige aspecten van het zang zullen aangeboren zijn en die zullen niet veranderen. We kunnen kijken naar de functie van het gedrag, daar heb ik net al wat over gezegd. Wat is nou de voor, het voordeel voor de overleving in de voorplanting van dit in de FD om te gaan fluiten? Nee, dat fluit heeft met name een rol bij de voortplanting. Hij probeert hiermee vrouwtjes te verleiden. Daarmee kan hij zich voortplanten. Dus, dat is een groot voordeel van het, eh, van het fluiten. Anderzijds verjaagt hij mannetjes. Daarmee zorgt hij ervoor dat er andere mannetjes niet kunnen paren met zijn vrouwtje. Waardoor hij er zeker van is dat de nakomelingen die hij zo meteen gaat opvoeden, dat dat ook daadwerkelijk zijn nakomelingen zijn. Dus het fluiten heeft met name een belangrijke rol bij de voortplanting van een individu. Anderzijds zou je kunnen zeggen: door het fluiten bakent hij zijn territorium af zodat er geen andere roodbosjes in zijn territorium komen, is zijn voedselbron wat groter. Dus al het voedsel wat zich in dat territorium bevindt, is voor dit mannetje, of eventueel voor het vrouwtje wat bij hem hoort. En tot slot kunnen we dan gaan kijken naar de evolutie. En dan zou je kunnen gaan kijken naar de zang van nauw verwante soorten. En kijken van hoe is die zang nou in de loop van de evolutie ontstaan? Nou, dit zijn de vier manieren waarop we kijken naar gedrag. Dit zullen, zullen ook de onderwerpen zijn van de komende vier video's. Dus we gaan ze één voor één gaan we ze bekijken. En aan de hand van voorbeelden ga ik laten zien eh, wat je dan moet verstaan onder deze vier eh, manieren van kijken naar gedrag. Nou, gaan we heel praktisch kijken. Hoe ga je nu gedrag bestuderen? Dus eh, stel je voor, je zou dit, dit roodborspannetje willen gaan bestuderen. Wat ga je dan doen? Nou, dan begin je met het opstellen van een etogram. En dat betekent in de praktijk dat je zo'n dier gaat volgen. en je gaat alle gedragselementen van dat dier ga je noteren. Die voorzien je van een korte omschrijving. Dus je zou kunnen zeggen: de zang. Nou, daar geef je dan een definitie van. Wat is dan de zang? Je kunt kijken naar voeden, je kunt kijken naar vliegen. Je zou kunnen kijken naar voortplantingsgedrag. Nou, dat is een hele reeks van gedragselementen. Die kun je allemaal noteren. En vaak voorzien we die van een afkorting. die we straks kunnen gebruiken op het moment dat we gaan protocoleren. Daar kom ik zo meteen op. Nou, als voorbeeld van een etogram, dit is een keer een, een referentie uit eigen werk. Een jaar of tien geleden heb ik onderzoek gedaan naar het gedrag van vissen in een kweeksysteem. En dit was dan het etogram dat ik daarbij heb op, op, opgesteld. Dus dit zijn vissen die uh, vertonen agressie, het agonistisch gedrag wat je hier ziet. Het zijn vissen die beschikken over een longachtig orgaan waarmee ze ook lucht kunnen ademhalen, dus het luchthappen. Was een onderdeel van het gedrag. We kunnen kijken naar ontsnappogingen. Nou, dat, dat is natuurlijk geen natuurlijk gedrag. Maar het is wel het gedrag wat ze kunnen uh, vertonen in een, in een, in een gevangenschap. Uh, stereotyp gedrag kwam wel eens voor. Zwemmer kwam voor. Dus het zijn allemaal gedragselementen van deze vis. Met een definitie daarbij. En zoals ik hier heb beschreven. Normaal gesproken hoort er dan ook een afkorting bij. Hè. Dat, dat, dat publiceer je niet. Maar in de praktijk hoorde daar wel een lijstje met afkortingen bij. Nou, wat is dan de volgende stap? Op het moment dat je het etogram hebt opgesteld, dan kun je het gedrag in een bepaalde situatie gaan bestuderen. En dan ga je een protocol opstellen, of je gaat protocoleren. En dat betekent dat, nou in mijn geval dat betekent dat dat ik zo'n vis dan een minuut of vijf ging bestuderen. En dat ik gedurende die vijf minuten noteer wat die vis doet. Dus hij zou in de eerste vijf seconden zou die kunnen zwemmen. Vervolgens gaat hij een keer lucht happen. Wellicht eet hij dan nog wat. En gedurende die vijf minuten volg je dan wat zo'n dier doet. Dan krijg je een beeld van de activiteit van zo'n dier in een bepaalde setting en in een bepaalde situatie. En dat kun je vervolgens gaan vergelijken met het gedrag van een dier in een andere situatie. Dus in mijn geval eh, bestudeerde ik eh, het, het gedrag van dat dier bij verschillende visdichtheden. Dus hoeveel vissen per kubieke meter plaats, kun je plaatsen in een aquarium? En wat voor invloed heeft dat op het gedrag? Nou, dan heb ik een aantal verschillende dichtheden genomen en ik heb in elke dichtheid heb ik het gedrag bestudeerd en dat heb ik met elkaar vergeleken. En dan zie je bijvoorbeeld op het moment dat de dichtheid toeneemt, dus als er wat meer vissen bij elkaar worden geplaatst, dat bij deze vissoort daardoor de agressie juist wordt geremd. Hè? En dat, is, dat was een deel van dat onderzoek op dat moment. Dus dat is een protocol. Nou, blijkt het, op het moment dat je zo'n ethogram opstelt, dan, dan, uh, uh, dan breek je dat gedrag eigenlijk op in zo'n kleinste elementen, in de gedragselementen. Maar vaak werkt gedrag niet zo. Als je gedrag bestudeert, dan zie je gedragssystemen. En dat zijn samenhangende reeksen van gedragselementen. die hebben samen één doel. En ik heb hier een aantal gedragssystemen genoemd: het voortplanningsgedrag. Het territoriumgedrag en het vluchtgedrag. Nou, zo'n voortplantingsgedrag, als we dat als voorbeeld nemen, dat kunnen we weer opdelen in een soort van subsystemen. Het voortplantingsgedrag van zo'n zo roodborstje, dat bestaat bijvoorbeeld allereerst uit het verleiden van een vrouwtje. Het bestaat uit het bouwen van een nest. Het bestaat uit het uitbroeden van de eieren. Dat zijn allemaal subsystemen, gedragssubsystemen, die samen het voortplantingsgedrag vormen. En zo'n subsysteem kun je alweer verder uh, gaan uitkleden en dan daarmee maken we de gedragselementen. Nou, op het moment dat je die gedragssystemen bestudeert, dan komt het wel eens voor dat een dier in conflict lijkt te zijn. En dan zie je eigenlijk dat die meerdere gedragssystemen uh, dat die motivatie heeft om meerdere gedragssystemen uh, te laten zien. Nou, er zijn een aantal uh, situaties en ik ga er hier drie noemen, drie verschillende conflict-situaties. En dat zijn de drie conflict-situaties die je behoort te kennen voor een schoolexamen. De eerste is ambivalent gedrag, en dan zie je eigenlijk dat er twee gedragssystemen gelijktijdig worden geactiveerd en die worden dan afwisselend van elkaar vertoond. En vaak eh, vertonen dat, dat gedrag vertoont elementen van vechten en vluchten. Dus op het moment dat een dier stress heeft, eh, dan kan hij eh, gaan vechten. Hij kan de stressor, de, wat dan ook de stressor is, die kan die aanvallen, maar hij kan ook vluchten. En dit gedrag zie je bijvoorbeeld bij honden die elkaar tegenkomen voor het eerst en die elkaar niet kennen. Die willen kennismaken met elkaar, dus ze willen naar elkaar toe gaan. Maar tegelijkertijd geeft het ook stress en ze willen ook van elkaar vandaan. Ze willen ook vluchten. En dan zie je dus dat daar een conflict ontstaat tussen enerzijds kennismaken en anderzijds vluchten. We kennen ook het omgerichte gedrag, daarbij richt je gedrag om op een ander uh, object of een ander individu. En dit zie je vaak bij agressie. Op het moment dat jij heel erg boos bent op iemand en je zou eigenlijk die agressie willen uit op, op die persoon, maar dat kan niet, dan ga je die agressie omrichten. Dus dan begin je bijvoorbeeld met een deur te slaan, of je pakt iets en dan begin je mee te smijten, of je, je richt je agressie op een ander individu waarbij dat makkelijker is en die is misschien wat kleiner of wat minder sterk. En dan ga je je gedrag omrichten. Ja, dus dat treedt met name op bij agressie, of treedt eigenlijk alleen op bij agressie. Dus op het moment dat je agressief bent en je kunt je agressie niet richten op het object van die agressie, dan zul je zien dat zo'n dier zijn agressie op een ander object of een ander individu richt. En tot slot, de derde conflict situatie is het zogenaamde overspronggedrag. Overspronggedrag wordt ook vertoond in een stress situatie. Uh, en dat is gedrag wat oogenschijnlijk uh, niet heel functioneel is in de situatie, maar wat wel vertoond wordt. Uh, wij kennen dat ook, bijvoorbeeld op het moment dat het ons iets gevraagd wordt en wij, kennen, uh, wij weten het antwoord niet, dan zie je ons wel dat we ons achter de oren krabben. En dat is eigenlijk ook overspronggedrag. Je staat een beetje onder druk, je hebt een klein beetje stress, je moet antwoord geven, maar je hebt eigenlijk geen antwoord. En je vertoont dan het overspronggedrag. Uh, we zien dat ook bij katten bijvoorbeeld. Op het moment dat katten stress hebben, dan willen ze nog wel eens zich gaan likken. En dat hij heeft in die situatie heeft, is dat niet heel functioneel, maar dat is voor die kat een manier om met zijn stress om te gaan. Dus dat is het derde, de derde conflictgedrag. Dus dit zijn de drie conflictgedragingen die je behoort te kennen. Nou tot zover deze inleidende video. Ik hoop dat het duidelijk was. Mocht je op de hoogte willen blijven van de komende video's in deze serie, klik dan op het logo en ik zie jullie de volgende keer. Tot dan.